Vannacht sluit de transfermarkt in Nederland en het is druk de afgelopen dagen. Ajax trok Davy Klaas aan, Van Ginkel gaat voor de vierde keer naar PSV. En Feyenoord was druk bezig met Bayern-spits Joshua Zirkzee. Ik ga erover praten met chef voetbal, Valentijn Driessen. Valentijn, ja, laten we even beginnen met Memphis Depay. Heel erg opvallend, hij gaat niet naar Barcelona. Wat is er misgegaan? Nee, nou ja, eigenlijk is er misgegaan dat Barcelona te weinig geld heeft om hem op dit moment op te halen. Zij staan eigenlijk onder curatele van de Spaanse overheid. En de Spaanse Liga die regelt dat. En die kijkt naar de inkomsten en de uitgaven van Barcelona en alle andere clubs in Spanje. In de Primera División en lagen die steun hebben gekregen, coronasteun hebben gekregen om overeind te blijven, om de lonen te kunnen betalen. Ja, en dat is een van de voorwaarden voor de Spaanse overheid is dat... Ja, op het moment dat je veel geld verdient, hè, dan mag je wel wat uitgeven. Dan mag je de helft daarvan uitgeven. Maar als je dat geld niet hebt verdiend, kan je het ook niet uitgeven. Nou, vorige week heeft Barcelona Semedo verkocht. Voor dat geld, voor de helft daarvan, hebben zij vervolgens Deste opgehaald bij Ajax. Dat kon wel. Ja, en Depay, daar is op dit moment niet voldoende geld voor. Hij moest 20 tot 25 miljoen euro plus een bonus van 5 miljoen euro kosten. Dus die transfer die gaat niet door. En ja, natuurlijk een hard gelach voor de jongen. Want die was er echt van uitgegaan dat hij deze zomer van Lyon naar Barcelona zou vertrekken. Maar wat zeggen deze voorwaarden over de volgende transferwindow? Januari zou het dan kunnen? Want ja, zoveel... ja dan zou het eventueel kunnen. De voorwaarden blijven wel staan. Hè. Zolang er gebruik wordt gemaakt van de Spaanse NOE-regeling. De loonhulpregeling. Ja, zal dit varkentje eerst gewassen moeten worden? Zullen ze dus eerst spelers moeten verkopen? En ze hadden goede hoop dat ze Dembele konden verkopen aan Manchester United. Alleen Dembele ziet het niet zitten om naar Manchester United te gaan. Dus hield dat op. En ja, vandaar dat Depay ook gewoon in zij zit nu bij het Nederlands elftal. En niet in Barcelona om medisch gekeurd te worden of een contract voor 4 jaar te ondertekenen. Alle partijen waren er in feite al uit. Alleen ja, dit heeft... roet in het eten gegooid. Ja, voorlopig dus even geen Depay voor Koeman. PSV, die heeft wel toegeslagen. Marco van Ginkel, die komt voor de vierde keer naar de Eindhovenaren. Ja, en iedere keer is het eigenlijk een succes geweest, hè, zijn komst naar PSV. Dus wat dat betreft zou je zeggen van, nou, een gelukkig huwelijk. Dat kan weer opnieuw gestalte krijgen. Alleen het punt is, Van Ginkel heeft nu weer 2 jaar bijna niet gevoetbald vanwege blessures. En die is ook bij Chelsea een beetje op een zijspoor geraakt. Daarom is hij natuurlijk ook beschikbaar voor PSV. Het is afwachten hoe hij fysiek voorstaat. Hij zou in principe kunnen spelen. Hij is fit na al zijn blessure trammelant. Dus normaal gesproken is dat wel een speler die PSV heel goed kan gebruiken op het middenveld. Hij heeft veel diepgang, maar daarnaast ziet hij het spelletje ook. Dus ik denk dat ja, op het moment dat je een 100% fitte Van Ginkel krijgt, dat je een uitstekende speler erbij hebt. Het is ook iemand die natuurlijk al eerder eigenlijk geselecteerd werd voor het Nederlands elftal. Alleen ja, die blessures, dat is eigenlijk zijn grote makker. PSV had het sowieso druk, hè, op de deadline dag. Spelers die vertrekken. Ze huren de Duitse middenvelder Adriaan Fijn van Bayern München. Ja, dat schijnt wel een topspeler te zijn. Iedereen die je spreekt, die we met die jongen gespeeld hebben. Heeft, die roepen allemaal dat het eigenlijk een beetje een uitgave is. Bijvoorbeeld van iemand als Toni Kroos. Ja, dan vraag je je af waarom laat Bayern München hem gaan. Nou, dat is natuurlijk omdat ja, die zitten op zo'n hoog niveau. Het is heel moeilijk voor jeugdspelers van Bayern om door te breken naar het eerste elftal. Ook om daar speeltijd te krijgen. Zirkzee deed dat vorig jaar natuurlijk wel. Die is het wel gelukt. Maar deze jongen ja, zit blijkbaar toch te ver af nog van het eerste elftal. En ik denk dat... zowel voor de jongen als voor PSV als voor Bayern dit misschien wel de ideale mogelijkheid is. Hij komt terecht bij een Duitse trainer. Hij weet ongetwijfeld wat deze man met hem wil. Hè, wat Schmid met hem van plan is. Daar zal over gesproken zijn. En, ja, heeft hij inderdaad het niveau van Toni Kroos, dan kan PSV er ja, van genieten en er gebruik van maken. En aan de andere kant ben je wel aan het opleiden voor Bayern München. En ja, wat levert dat aan het eind van de streep op? Want volgens mij ja, heeft PSV geen clausule bedongen dat ze mee profiteren van een eventuele doorverkoop later van hem. Ja, wat zegt dat PSV nog zo druk is? Zijn ze toch geschrokken van de eerste rondes?
Nou, dat ongetwijfeld. En ze hebben misschien ook de juiste momenten afgewacht om spelers binnen te halen. Daarvoor werden misschien bepaalde hoofdprijzen gevraagd die PSV niet kon of wilde voldoen. Maar het is wel duidelijk dat de eerste weken, hebben we eigenlijk al een aantal keren gezegd, dat de clubleiding Roger Smit moest helpen om een goede selectie samen te stellen. Zeker met de wetenschap dat hij heel iets anders van plan is qua speelstijl dan wat PSV hiervoor speelde. Dus ja, dan moet je ook je spelers bij krijgen en bij zien te vinden en zoeken. Ja, en ze moeten betaalbaar zijn. En waarschijnlijk waren ze aanvankelijk nog niet betaalbaar, want PSV heeft zich al wel langere tijd op de transfermarkt begeven, maar nog niet toegeslagen. Ja, dat hebben ze nu dan wel gedaan. Dan Joshua Zirkzee, je noemde zijn naam net al. Die zou Ja. eventueel naar Feyenoord gaan, maar dat is weer niet doorgegaan. Nee, nou, vooralsnog gaat dat niet door. En Frank Arnezen, de technisch directeur van Feyenoord, zegt dat hij klaar is met de aankopen die hij heeft gedaan. Dus dat Zirkzee niet naar Feyenoord toe komt, ook niet op huurbasis. Hij zegt dat Feyenoord klaar is, terwijl Dick Advocaat, de trainer, natuurlijk dolgraag een spits zou willen. Ja, je zou zeggen, dit zou een ideale combinatie zijn, Zirkzee en Feyenoord, ook al omdat hij er vandaan komt. En Bayern München wil hem ook verhuren om speeltijd elders op te doen. Nou, wat is er een mooiere competitie dan de Eredivisie voor een spits om extra speeltijd op te doen? Alleen, ja, vooralsnog, het nee van Feyenoord sluit dat in feite uit. Je weet nooit wat er nog in de laatste uren kan gebeuren, hè, want de termijn sluit om 23.59. Ja, ook PSV wordt aan hem gelinkt. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Op dit moment weten we dat niet. Het kamp Zirkzee houdt zich stil. Feyenoord heeft dan afgezegd. PSV wil er niets over kwijt. Dus het zou best ook wel kunnen dat hij misschien nog wel in Eindhoven neerstrijkt. Ja, je zegt het, hè? 23,59. Dus misschien dat advocaat misschien toch nog stiekem een klein beetje hoofd heeft. Want hij, wat je net zei, hij kan hem goed gebruiken. Wie is er het beste uit de transferperiode gekomen, wat jou betreft? Ja, Ajax is het best uit de transferperiode gekomen. Dat is ook niet zo moeilijk, hè, want zij hebben ook het meeste geld te besteden. Ze zijn er qua bezetting zijn zij er het best uitgekomen, maar ook qua transferbalans. Want volgens mij, als je alle plussen en minnen optelt en aftrekt, dan kom je uiteindelijk op een transferbalans van bijna plus 100 miljoen euro. Dus ja, dan kan je toch wel stellen dat Ajax de grote winnaar is van deze transferperiode. Oké, Valentin Driessen, jij houdt nog die laatste uurtjes goed in de gaten voor ons van de transfer window. Dankjewel, chef voetbal van Vaak Eurosport. doen. Heel goed. Tot ziens.